Hey, en als we dan kijken naar die zaterdag, naar die heerlijke halve finale, Tsitsipas-Rublev. We kunnen in ieder geval niet meer zeggen dat ze geen lange partijtjes in de benen hebben. Die hebben ze in ieder geval allebei te pakken. Ja, inderdaad. Even moe. Ja, even moe. Ik denk Tsitsipas wat moeier, als dat een goed Nederlands woord is. Omdat hij is wat explosiever, speelt hij. Hij gaat vaker naar het net en dat is even die sprint extra. Ook nog gedubbeld voor wat dit speelt. Inderdaad. Ja, ook nog gedubbeld. Nou, hij heeft Rublev ook gedaan, maar hij heeft natuurlijk eerder verloren in die dubbel. Althans, een dag eerder. Ja. We gaan het zien. Dus, Affiche. Het is het affiche waar je misschien aan het begin van het toernooi ook al bijna op hoopt. Ja, daar hoopt hij op. Weet je wel. Kijk, ik hoopte op Tsitsipas Rublev halve. Ik had voorspeld dat Rublev dan in de finale zou komen. Dus ik had een beetje het gevoel, dat heb ik nu minder, nadat ik Rublev heb zien spelen. Ja. Maar dat Rublev in de finale zou komen en deze wedstrijd zou winnen morgen. Maar ja, nu twijfel ik. In ieder geval denk ik dat we kunnen zeggen, als het 6-1, 6-1 wordt, voor één van de twee, dat we enorm verbaasd zijn. Ze zullen enorm aan elkaar gewaagd zijn. Nou, ik zou altijd zeggen van, nee, dat wist ik. Want ik neem die wel op me dan. Dan neem ik hem wel op me dat ik me enorm verbaasd ben. Ja, nee, zeker. You hold face? Het kan nog steeds wel 6-4-4 worden, bij spreken. En dat het toch heel kloot. Laat ik zo zeggen, ik denk dat ze waanzinnige rallies gaan hebben. Tsitsipas, de aanvallende speler. En Rublev kan natuurlijk ongelooflijk uitdelen, maar ook goed passeren en zo. Dus ja, ik denk dat je in ieder geval spectaculaire punten gaat zien. En soms kan het net een beetje tegenzitten bij de 1. Dat het dan toch, 6-4-4 lijkt dan dik. Maar ik denk dat als je de wedstrijd ziet, dat het altijd een ongelooflijk close potje wordt. En met een paar hele mooie punten, of heel veel mooie punten hoop ik. Dankjewel Richard, tot morgen. Abonneer je nu op ons YouTube kanaal en mis niks van het ABN AMRO World Tennis Tournament.